En dan nu? Ware gastvrijheid is altijd hetzelfde. In het rijkste huis, zowel als in het armoedigste zolderkamertje. Hallo kijkers. Binnenkort is het weer kerstmis. Daar zetten mensen een kerstboom op en sommigen zetten onder een kerstboom een kerststalletje. Die zijn er in maten en soorten. Je hebt uiteraard de grote ouderwets klassieke uitgebreide kerstgroep. En die is er ook in goud en in wit. Er zijn hele kleine minimale kerstgroepjes, in een flesje bijvoorbeeld. Of in een kerstman, dat kan ook. Je hebt hele platte kerstgroepen en ook een hele ronde Jozef, Maria, Jezus, Os en Ezel. Bij deze kerstgroep is er geen kerststalletje, maar een paprika-stalletje. En hier in de Inuit-versie is er een zeehondje als verwarmingselement gebruikt. Uiteraard is er ook nog de ezel-lama en de ezel-os in deze Zuid-Amerikaanse kerstgroep. Maar een van de meest vrolijke vond ik toch wel de badeendjes-kerstgroep. Met de eende-ezel, de eende-os, de eende-Maria, de eende-Jozef, het bad-eende-kindje Jezus, de eende-herder met het eende-schaapje en de drie eende-koningen met een eende-kameel. En niet te vergeten de eende-engel. Ik stel me dan zo voor dat Maria tegen Jozef zegt, zeg, ga jij het kind eens even wassen? En dat Jozef dan zegt, ja, maar we liggen toch al in het water? Hoe dan ook, vrolijke feestdagen en tot het volgend jaar. De meest indrukwekkende is toch deze. Komt uit Bethlehem, Palestina. Van olijvenhout gemaakt. Er staat een muurtje in, strak voor het stalletje.